Ik ben een soort half dominee, half entrepreneur, inderdaad, half koopman. Dus het, er zit wel degelijk een soort raar soort wil in me om die wereld te updaten. Ik weet niet wat het is. Niet dat ik het allemaal zo heel goed weet. Dat ik een soort magische boodschap heb, maar helemaal niet. Maar ik denk wel dat de wereld zoals die nu is, dat die kapot is. En dat het niet meer werkt. Dus ja, wat dan wel? In a world shifting between the analog and the digital, Studio Rozengaarde creates interactive designs that explore the dynamic relation between space, people and technology. Winner of numerous awards, Rozengaarde has been the focus of exhibitions from the Tate Modern to the National Museum in Tokyo and has a strong experience with public space commissions. In 2011, he launched a second studio in Shanghai. By creating interactive designs that instinctively respond to sound and movement, Rozengaarde explores the dawn of a new nature that is evolving from technological innovations. The studio develops its own technology and is internationally known for interactive projects such as Dune, Liquid Space, and Smart Highway. Smart Highway ontstaat mij uit een soort verbazing. Ik denk, waarom is dit zo banaal stug? Waarom kan dit niet anders? Studio Rozengaarde en Heijmans Infrastructure are developing new designs, including dynamic paint, the glow-in-the-dark road, and windlight. En in dit geval gaf ik een lezing daarover. En de directeur van Heijmans zat in die zaal. En die waren echt van... Wat kost dit? Van, we willen dit, hoe gaan we dit doen? De deal die we toen heel duidelijk hebben met hun gemaakt, is gezegd van ja, betaal voor een proces, niet voor een product. Dus wees bereid om 3 jaar lang met ons samen te gaan werken over hoe die weg van de toekomst eruit ziet. En dat vind ik tof, dat ik iets kunnen heb hervormen in die kop van hun. En dat ze begrijpen dat design en innovatie daaraan bijdragen. Ik heb altijd al mensen gehad die zeiden dat wat ik wilde niet kan of niet mag. En mijn rol is toch om te laten zien dat dat wel zo is. Dit is Studio Rozengaarde. Eigenlijk een droomfabriek voor interactieve ontwerpen. De studio is eigenlijk in een soort van 2 takken opgedeeld. Dus je hebt de designers die de artist impressions maken, de slimme materialen. En je hebt meer de techneuten die echt hun eigen technologie ontwikkelen. Dus eigen PCB, microchip, verschillende sensoren, L-codejes. Dus al die kunstwerken die we maken draaien op onze eigen tech. En dat is een hele belangrijke, want net zoals Rembrandt zijn verf had, hebben wij onze microchips. Dus dat is onze manier om de ideeën te uiten. Juist omdat je je eigen kennis en je eigen technieken ontwikkelt, kan je daar dus ook heel vrij in zijn. Dus je zit niet vast aan de LED of de sensor. Dus het gaat veel meer over het idee wat in mijn kop zit, een soort smaak in mijn mond. En dan ga je op zoek naar de ingrediënten die ervoor nodig zijn om die smaak te creëren. En dat is het proces. Een plaatje en dat is het dan. Ja, dus dit eraf. Ja, dan is het in principe goed. Ja. Ja, dus met de liefde van de Heer bedekken. Ja. En dat vind ik wel heel leuk eigenlijk van een studio zoals dit. Hè. Het gaat dus over interactieve werelden. Technologie die uit dat beeldscherm springt en een onderdeel wordt van ons landschap. Hè, over verbeelding en emotie. Maar het gaat ook heel erg over, ja, over dat hele pragmatische. Bijvoorbeeld intimacy, die jurken die we hebben gemaakt. Dat is gewoon opa, in zo'n krukje. En dat wordt dan opgehaald, dat rolt dan het vliegtuig in naar Hongkong. En dan heb je hier de jurk. Opbouwtijd een half uurtje, standaard stroom. Just like intimacy, dresses that become transparent based on personal interactions, Lotus Dome uses smart foils that respond to human behavior. Het is eigenlijk een prototype gemaakt van een slim materiaal dat zich eigenlijk openvouwt als een bloem op basis van de warmte van je hand en het licht wat erin zit. En we hebben een hele grote gemaakt in Lille, die staat nu in een renaissance kerk.
Dus als niemand er is, zie je niks. Terwijl als je langsloopt, vouwt eigenlijk die doom zich open. Hij projecteert eigenlijk licht om die kerk heen. Waardoor opeens die schilderijen wel zichtbaar worden. Daardoor gaan mensen opeens weer naar die Renaissance-kerk kijken. Dus je doet een interventie waardoor je weer opnieuw kijkt naar de wereld om je heen. En dat vind ik eigenlijk nog het spannendste. Je hebt kaarsen, vroeger gehad in de middeleeuwen. Dan had je lantaarnpalen, had je ledjes. Dus dit is kristal. Dit is eigenlijk de volgende stap in publieke belichting. We hebben een soort zoutkristallen gemaakt. Wat we dippen in een bepaalde substantie. Half chemisch, half natuurlijk. En dus dit groeit. Deze kristal groeit eigenlijk steeds groter. En daar stoppen we dan twee ledjes in. Dus het kristal groeit eigenlijk om die LED's heen. En op het moment dat die op de grond liggen, of een speciaal rubber matje, lichten die eigenlijk op als je er overheen loopt. En het toffe van deze dingen is je kan ze meenemen. Hè? Dus je kan ze delen of stelen. En je kan er letters mee schrijven. En een soort Lego van Mars eigenlijk. Ja. Wel mooi. We gebruiken tech om dingen levend te maken, om dingen open te maken voor andere mensen. Maar het gaat natuurlijk om die interacties die je wil uitlokken tussen de mens en de objecten, maar ook tussen de mensen met elkaar. Dus het gaat niet over high tech, maar het gaat over high social, veel meer. Ja. Het is meer een state of mind. Durf te investeren in je dromen. Denk als een netwerk. Creëer niet nog meer comfortzones voor jezelf. Ga niet allemaal leuke feestjes organiseren met nog dezelfde vakgenoten. Maar ga relaties aan die een beetje ongemakkelijk zijn. Ja. Dan wordt het spannend. Dan leer je en dan krijg je ook unieke dingen.